Het bestemmingsplan voor de vrije teugel is per direct in werking en onherroepelijk geworden. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft afgelopen week de uitspraak bekendgemaakt, waarin het beroep van Camping De Pier en het verzoek om de voorlopige voorziening in één keer ongegrond en daarmee afgewezen te zijn. Bestemmingsplan voor de vrije teugel werd in mei dit jaar goedgekeurd. Camping De Pier ging vervolgens in beroep. Het plan voldeed inmiddels na ruim 2 jaar voorbereiding aan het uitgangspunt van de gemeenteraad.